maandag. Ik moet nu naar school. Maar ik wilde even de vlog beginnen. Ik vind het heel grappig dat je hier mijn knotje ziet. Ik heb vandaag een hele lange dag tot 9 uur. Rip mij. Maar goed, het komt helemaal goed. Ik ga lekker naar school en ik zie jullie later. Buikspieren. Je bent er zelfs eerder dan ik had verwacht. Ik heb jeuk in mijn neus. Hier is trouwens dat ding waar je op gevraagd had. Oh, ik bedoelde een rompertje. Backstage beelden. Maar we zijn nog niet klaar. Backstage voor ons tentamen. Backstage. Backstage nou. Oké, joe. Dit zo, dit is zo. Oké. Okay. Even bijkomen, maar op zich gaat het prima. En hij? De liefste van de wereld. Dus nu komt echt de scène. Inderdaad. Bah. Lauw. Zal ik vanavond nog eens komen? Dan komt mijn zus. Oh. Doe niet vet. Au revoir. Ah, heel mooi. Dat was de vlog. Doei. Nou, en dan zijn we weer on the same place. Maar dan een paar uur verder. Goed. Ja, ik ben thuis. Al een tijdje van school. Ik was om 9 uur pas klaar. Niet helemaal waar. Ik was eigenlijk om 6 uur ongeveer klaar. Maar daarna waren er theaterateliers. Wat dat precies is. Ja, misschien moet ik dat even uitleggen. Want anders denken jullie echt... Wait? Oké. Okay. In je tweede jaar, dus tweede jaar muziektheater, ga je een theateratelier maken. En dat houdt eigenlijk in dat je je eigen voorstelling schrijft van een half uur. Maar die voorstelling die schrijf je niet letterlijk helemaal zelf. Want je gebruikt bestaande stukken, tekst uit toneelstuk of whatever. En bestaande liedjes. En die, daarmee vorm je zeg maar een voorstelling. En bij de theateratelier's presentaties waar ik dus vandaag ben geweest, moet je dan 10 minuten presenteren over jouw stuk. En hoe je daarop bent gekomen. En wat daar je inspiratie of hoe zeg je dat... Waarom je dat voor dat hebt gekozen. Goed verhaal, Pam. Het is laat. En dan moet je ook 5 minuten van je voorstelling laten zien. Dus dat is eigenlijk in het kort theateratelier. Maar dan wel heel slecht uitgelegd. Maar dan snappen jullie een beetje waar ik het over heb. Dus daar ben ik bezig kijken. Tot 9 uur. En toen ging ik naar huis. Ik heb lekker gedoucht. En nu ga ik lekker mijn bedje in. Ik moet nog even snel een opdrachtje maken voor morgen. Lekker bezig, Pam. En dan ga ik lekker slapen. Dus... ja, dat. Dag kinders, ik ben weer lekker thuis van school. Dat klonk echt heel stom. Oh, dat had ik echt niet moeten zeggen. Oké, hallo allemaal. En ik heb nog helemaal niet laten zien dat wij de kerstboom al hebben staan. De ouders van Soraya waren er dit weekend en die hebben de kerstboom opgezet. Ik ga het even laten zien. Dit is dus hoe onze huiskamer er nu uitziet. Vet gezellig. Dus ja... We zijn al helemaal in de kerstsferen. Nou, nu kwam ik dus net thuis en had ik een pakketje liggen van AliExpress. Nu zit ik heel erg te twijfelen of ik het aan jullie moet laten zien, maar nu heb ik het al gezegd. Dus nu ga ik het laten zien. Ik denk dat het een van mijn scrunchies is, want ik heb heel veel scrunchies besteld. Maar ik wil eigenlijk weer een keer een AliExpress shoplog maken. Alleen, op AliExpress koop ik echt heel veel dezelfde dingen. Ik heb nu bijvoorbeeld echt heel veel scrunchies besteld en sieraden. En dan denk ik, ja, om nou alleen een video te maken over scrunchies en sieraden, ik weet niet of dat heel interessant is. Nu is het natuurlijk de vraag hoe ik dit open krijg. Dat is op zich niet zo moeilijk, hè. Dit is de eerste. Een lekker panterprint scrunchie. Oh, en ik vind hem heel erg leuk. Hij is ook niet zo, zo mega dik. Ik hou er niet zo van. Oh, perfect. Ja, hier ga ik heel veel plezier van hebben, weet ik nu al. Yay! Ik kan echt niet wachten tot de rest binnenkomt. Ik heb er zoveel besteld. Dat is echt niet normaal. Helemaal. Misschien is het niet het beste moment om te gaan vloggen. Maar ik vind wel dat jullie het moeten weten. Even tot mezelf. Joe. Timmy is vandaag overleden. Mijn hondje. En dat is even moeilijk. Oh, vreselijk dit. Volgens mij heb ik oprecht nog nooit gehuild in een vlog. Maar Timmy is dus vandaag ingeslapen. Het ging al een tijdje niet zo goed met hem. En
Hij bleek dus een tumor in zijn buikje te hebben. Dus mijn moeder en mijn broertje zijn vandaag met hem naar de huisarts gegaan. En toen hebben ze hem ingeslapen. Maar ja, dus best wel plotseling. Ze gingen er eigenlijk gewoon heen om te kijken wat er aan de hand was. En toen bleek dus toch dat het niet goed met hem ging. En toen kon hij gelijk ingeslapen worden. Maar ik zit natuurlijk hier in Tilburg. Dus ik heb eigenlijk geen afscheid van hem kunnen nemen. En dat is best wel even moeilijk. Sowieso is het natuurlijk niet leuk als je huisdier doodgaat. En dan denk ik vooral bij een hond. Dus ja, maar ja, weet je wat het is? Hij had ook nog even kunnen blijven leven dat we later hadden ingeslapen. Maar hij had waarschijnlijk best wel pijn. En dat wilde ik ook niet. Maar het is wel gewoon echt moeilijk. Timmy was ook nog helemaal niet zo heel oud. Hij was 7. Dus dat is niet heel oud. Dus ja, dat is nu een beetje aan de hand. Dat is even kut. Maar ja, beter dat hij geen pijn meer heeft, denk ik dan. Dus ja, ik ben weer een beetje bijgekomen. Een soort van natuurlijk, want het is gewoon heel erg kut. Maar ik wil ook gewoon wel eerlijk tegen jullie zijn. En vorige week vlog zei ik ook al dat het niet heel erg super goed met me gaat. En nu nog steeds niet echt. Het is gewoon een beetje een shitperiode. Er zijn wat dingen gebeurd op school. Is het ook niet altijd makkelijk. Ik doe een superleuke, geweldige opleiding. Maar het is niet altijd makkelijk. Ga ik verder niet heel diep op in. Ja, het is gewoon niet altijd makkelijk. Het is wel zwaar mentaal soms. En je kan wel eens onzeker worden en dat gebeurt nou eenmaal en dat heb je gewoon met zo'n opleiding als dit. En nogmaals, ik vind het super leuk. Dus ik ben super positief over de opleiding. Absoluut. En het is echt precies wat ik ervan verwacht had. Maar dat haalt niet weg dat het af en toe ook wel eens moeilijk kan zijn. Natuurlijk zeur ik niet, want het is de vetste opleiding ever. En ik ben super blij dat ik het mag doen. Maar het is oké om je soms niet goed te voelen of om gewoon een beetje een rot week te hebben. Soms gaat het gewoon allemaal niet zoals je wil. En dat gebeurt wel eens. En nu is er gewoon bij mij zijn het allemaal dingen op elkaar gestapeld. En nu is natuurlijk ook mijn hondje vandaag nog overleden. En het zijn gewoon een aantal dingen bij elkaar. Waardoor ik nu op dit moment gewoon niet heel erg lekker in mijn vel zit. En ik ben over het algemeen een heel positief persoon. Dus ik blijf ook altijd positief. Tenminste, dat probeer ik. Maar het is ook oké om je soms niet goed te voelen. Iedereen heeft dat wel eens. En iedereen gaat daar wel eens doorheen. En ik had er nu voor kunnen kiezen om dit niet te vloggen. En om het gewoon maar te doen alsof het allemaal goed gaat. En dat lekker allemaal niet te laten zien. Maar ik wil gewoon altijd eerlijk met jullie zijn. En ik wil ook gewoon graag de real life laten zien. Ik wil niet een neppe versie van mezelf laten zien. Ik hoop ook dat jullie er ook wat aan hebben als jullie zien dat het met mij ook niet altijd goed gaat. En dat ik ook niet altijd blij ben. En dat er bij mij ook wel eens dingen gebeuren wat gewoon niet zo leuk is. Of dat ik me ook wel eens kut voel. Want iedereen heeft dat. En ik wil ook helemaal niet dat het lijkt alsof mijn leven perfect is. En of ik het allemaal maar op een rijtje heb. Want ook ik heb dat niet. Ja, dat wil ik gewoon ook met jullie delen. Ik denk dat dat gewoon ook fijn is. En ik wil gewoon dat mijn vlogs echt blijven. En niet een soort van beeld wat er eigenlijk niet echt is. En ja, daarom dit even. Jullie hoeven hier verder absoluut geen zorgen over te maken. Want het is gewoon even een rotperiode en dat komt allemaal wel weer goed, dat weet ik ook. Maar ja, het is wel wat het is. En het feit ligt nu dat ik me gewoon niet heel chill voel op het moment. Het gaat allemaal gewoon niet perfect allemaal op dit moment. En dat is ook prima, want dat mag.
Dat hoort ook bij het leven. Het gaat niet altijd op zijn rolletjes. Ja, en ik vind ook dat jullie het moeten weten. Want dat is natuurlijk ook... Anders zien jullie dat toch terug in mijn vlogs. En ik wil gewoon eerlijk met jullie blijven. Dus ja, dat is een beetje mijn leven op dit moment. Maar ja, het komt allemaal wel weer goed. Het is even kut allemaal, maar dat hoort ook bij het leven. Dus ja, helemaal. Het is vrijdag en ik zit in een studiohokje. Het is 6:15 of zo. Ik heb vanmiddag lekker geluncht met Ike en die zit bij mij op school. Die studeert jazz. En wij kennen elkaar al heel lang, maar we hebben eigenlijk nooit echt met elkaar afgesproken. We kennen elkaar gewoon van social media. Ik ga jullie even neerzetten. Dat was echt super gezellig. Nu ben ik op school, want ik ben eigenlijk aan het wachten tot ik naar de Fappiano kan. Want ik ga eten met Jip straks. Alleen ik heb dus echt geen honger, want ik heb echt om 4:00 nog een tosti gegeten. En het was echt een grote tosti, dus paniek. Maar goed, misschien dat ik zo meteen wel weer honger heb, dus... Maakt niet uit. Maar het is dus vrijdag en ik ben heel moe. Dus ik ga denk ik na de Fappiano lekker naar huis en in mijn bed liggen. Want ik ben gewoon echt heel moe. En morgen de open dag van Fontys. Dus dan ga ik lekker rondlopen en werken. Dus daar heb ik heel veel zin in eigenlijk. Dus ja, mijn stem werkte vandaag alleen weer niet mee. Dat is wel iets waar ik heel veel stress van krijg. Maar ik moet daar gewoon even aan gaan werken. Ik weet nog niet hoe. Maar ja, en nu was ik even piano aan het doen. Goedemorgen, het is vandaag zondag en ik ga straks naar de première van Sophie the Musical. Ik ben er 2 weken terug al geweest bij de try-out, maar vandaag ga ik dus naar de première. En daar heb ik super veel zin in, want mijn lieve vriendinnetje Julia speelt daarin. En ze doet het super goed en ik ben echt heel excited om het nog een keer te zien, want het was zo'n goede, leuke voorstelling. Dus I'm excited. Ik moet nu nog even snel naar de stad, want ik moet even snel een cadeautje halen voor een vriendin van me. Ja, ik heb hele droge lippen. Dat komt omdat het super koud is nu. Dan krijg ik altijd super droge lippen. Het doet echt zeer. Goed dat ik het nu zeg, want ik moet nu mijn lippenbalsem in mijn tas gooien. De volgende dag. Ik ben alweer met een nieuwe weekvlog begonnen en toen bedacht ik me, shit, ik heb mijn weekvlog nog niet afgesloten. Dus bij deze ga ik dat nu doen. Ik heb lekkere krullen in mijn haar, want ik heb morgen mijn eerste concertje, maar dat gaan jullie allemaal in de volgende weekvlog zien. Ja, ik ga zo meteen lekker slapen. Heel gek dit, want het is nu al de volgende dag. Dus we doen even alsof het zondag is. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Hij was niet heel leuk natuurlijk, want het was een beetje een verdrietige weekvlog, maar ik hoop dat jullie het alsnog fijn vonden om, of ja, weet niet, of jullie toch, nou, whatever, hier vallen geen woorden aan te geven. Goed, in ieder geval, bedankt voor het kijken, doe een duimpje omhoog en ja, dan hoop ik jullie te zien bij de volgende weekvlog. Doei!